een gescheurde bicep, ongelijke spiergroei en minder kracht. Daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom bij deze video. Wanneer je deadlift zijn er een aantal grepen die je kunt gebruiken. De meeste mensen starten met een dubbele overhandse greep. Maar naarmate ze meer gewicht kunnen deadliften, switchen ze naar de mixed grip. Ja, je greep wordt hierdoor aanzienlijk sterker en je kunt hierdoor meer gewicht deadliften. Maar als we naar de lange termijn kijken, dan is dit niet altijd de beste optie. En je kunt zeker je progressie afremmen. Of je nou aan bodybuilding doet, strongman of powerlifting, maakt niet uit. En ik zal je vertellen waarom. Wanneer je deadlift met een mixed grip, dan leg je de nadruk meer op één kant van het lichaam. Je traint andere spiergroepen aan de linkerkant van het lichaam dan aan de rechterkant. Hierdoor kan de barbel aan één kant hoger of lager gaan hangen, zeker wanneer je moe begint te worden. Iemand die de focus legt op de bovenkant van het lichaam of vroeger alleen maar zijn bovenlichaam trainde, zal waarschijnlijk ook één arm gaan gebruiken om tot de lockout te komen. Waarom? Omdat zijn bicep meer getraind is in vergelijking met de rest van zijn lichaam. Zijn bicep is dus eigenlijk uit verhouding iets wat sterker. Buiten dat de barbel hoger of lager gaat hangen, is er ook een kans dat er rotatie in de wervelkolom gaat plaatsvinden. Of je je handpalmen nou van je af of naar je toe laat wijzen, je lichaam probeert ze altijd terug te draaien naar hun oorspronkelijke positie. Ook wanneer je mixed grip gebruikt, willen beide handen terug naar de neutrale positie. Behalve dat de barbel scheef gaat hangen, is er ook nog eens een kans aanwezig dat hij gaat roteren. Al met al allemaal problemen die je liever wilt voorkomen. Ik vind dat er drie nadelen kleven aan de mixed grip. Ik begin met de volgende drie punten. Nummer 1 is de bicep. Doordat je je hand naar buiten toe draait, je supineert hem, je laat de handpalm van je afwijzen, komt de bicep in een positie waardoor hij makkelijk kan afscheuren. Ik laat over een paar seconden een heel kort videoclipje zien. Ik geef even een waarschuwingje. Als je hier niet tegen kunt, dan zal ik aanraden om even weg te kijken. Je ziet namelijk iemand zijn bicep afscheuren. Kijk voor ons, als we naar het scherm kijken, naar de rechter bicep. Komt hij in 3, 2, 1, nu. Ja. En nummer 2 is spiergroei. Of je nou bodybuilder bent, strongman, powerlifter, maakt niet uit. Ongelijke spiergroei is ten eerste niet efficiënt als je aan bepaalde krachtsporten doet. En als je aan bodybuilding doet, ziet het er ook niet uit. En ook als je niet aan bodybuilding doet, ziet het er alsnog niet uit. Je wilt een normaal, symmetrisch lichaam hebben. En dan komen we bij nummer 3 aan, dat is kracht. Krachtontwikkeling, ook als je aan bodybuilding doet, ook als dat niet je hoofddoel, is het handig om een lichaam te hebben wat evenwijdig kracht kan leveren. Als je lichaam dat niet doet, dan kan je namelijk scheef gaan overhead pressen, scheef gaan bankdrukken, etc. En wanneer je heel veel herhalingen doet en je traint bijvoorbeeld 3 keer per week, dan kun je in het dagelijks leven ook onbewust dingen scheef gaan doen en daardoor kunnen bepaalde lichaamsdelen gaan slijten. Stel je voor je deadlift. Je deadlift 2 keer per week, 4 setjes met 8 herhalingen. Dat zijn iedere week 64 herhalingen. Dat zijn per jaar 3328 herhalingen. Je traint dus 3328 keer de ene kant van je lichaam anders dan de andere kant van je lichaam. Moet je nagaan hoeveel werk het gaat kosten om de ene kant van je lichaam en de andere kant van je lichaam weer gelijk te trekken. Ja. Maar dan het belangrijkste, hoe valt dit allemaal te voorkomen? Door simpelweg zo lang te trainen met een dubbele overhandse greep als dat je dat kunt. Wanneer je dit niet meer kunt, dan kun je switchen naar bijvoorbeeld de hook grip. Heel kort samengevat is de hook grip een greep waarmee je met de duim over de barbel heen gaat en dan met je vingers over je duim de barbel beetpakt. Oftewel, je creëert een haakje met je hand. Hier zitten nog wel een aantal tips en tricks en een aantal methodes aan vast hoe je deze het beste toe kan passen. Maar daar komt volgende week een video over online. Dus ben je nieuw hier? Ben je nieuw op dit kanaal? Wil je die video zien? Wil je meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Daar kun je natuurlijk ook abonneren. Bedankt en tot volgende week!